hadden we dit weertje thuis maar. Goedemorgen. Ja, die van de Action, die geeft nu trouwens wel gewoon weer dat ik een ovulatie heb. Dus ik weet gewoon dat het zo is. Maar mijn smiley krijg ik gewoon niet te zien. Hier kan ik echt zo chagrijnig van worden dat ik hier dan gewoon een half uur mee bezig ben, midden in de nacht. Nou, weer een nieuwe erin gedaan. Ik ben benieuwd. Nou, daar is hij dan hoor. Maar goed, dat wisten we ook wel, want die van Action geeft ook 2 streepjes. Nou, zodra ik thuis kom, moet ik maar weer aan de slag. Nou, het is 4:30. Even snel mijn schoenen wisselen, want ik rij nooit op mijn hakken. Zeg je dat zo? Ja, met mijn hakken. Dus ik doe nu even mijn hakken aan. Het is wel altijd het moment uit de auto gaan, vind ik wel altijd even... Oh. In de auto zit ik dan altijd wel lekker. Beetje lekker wakker te worden en zo. Maar dan uit de auto gaan en dan met de bus. Maar goed, we gaan ervoor. Yes. Kan je mij verstaan? Ik heb een vraag. Met welk beroemd persoon zou jij een dag willen ruilen? Iemand die heel slim is of zo, dat ik al die kennis meekrijg. Ja, of Justin Bieber. Justin Bieber! Aha, zij wil met Justin Bieber ruilen. Ik wil nou, gewoon één dag een vent zijn, weet je wel. En dan gewoon een vent, ja. En dan wil ik wel gewoon. Dan wil ik wel gewoon Superman zijn of zo. Superman? Ja. Yeah. Jongens, terug uit Kos. Haartjes los. Het is nu 4:30. 12 uur geleden was ik al wakker zo ongeveer. Ja, zeker al. Zeker wakker. En nu ga ik snel naar Bart. Want ja, die ijsprong is natuurlijk nu, hè. Dus ja, ik ga even douchen en zo. En ja hoor, dan is er natuurlijk weer een ongeluk gebeurd. En sta je weer in de file. Ik begin nou wel een beetje in de zeurmodus te komen, jongens. Sorry. Thank God, Bart is onderweg naar huis. Was wel een lekker werkdagje. Vooral het einde was super leuk. Dat meisje wat ik dus tegenkwam, die mij herkende van de vlog, dat vind ik echt super cool. Hoe heet je? Karima. Karima, dames en heren, je hebt Karima. Ja, het is toch leuk als mensen je herkennen. Het is toch super grappig. En vooral natuurlijk dat ze dan zeggen dat ze je video's leuk vinden. Thanks, echt super leuk dat je dat zegt. Zo, even heerlijk gedoucht. Oh, het is er toch lekker na werk. En nu ga ik even iets simpels koken, want er moet nog gegeten worden. En probeer een beetje gezond. Ik ga even deze lekkere volkoren pasta gevuld met spinazie en ricotta maken. Met kipfilet erbij en lekker makkelijk groenten en pesto. Geen dingetje zelf maken vandaag, want dat duurt me allemaal te lang. Het is alweer volgens mij iets van 6:30. Nou, verwijt nummer 1. Ik heb gekocht terwijl ik de hele dag heb gewerkt en nacht. Ik ook. Niet de nacht, maar wel de hele dag. Ik ben er om 2:30 al uitgegaan. Jij om 7:30. 7 uur. Nou, dit scheelt nogal wat uur. Ja, maar jij sliep ook eerder. En ik ben nu nog aan het werken en ik heb gekookt en ik heb net de keuken opgeruimd. Ik heb ook heel hard gewerkt. Ik ben nu ook nog steeds aan het werk. Niet, je vroeg net aan mij wanneer we stoppen. Zou ja? Ik net boven komen? Ik was nu nog aan het werken en ik ben nu al klaar. Ik kom net boven van opruimen. Ik moet nou weer door met dit editen. Zwaar leven. Kijk naar hoe we eruit zien. Bijna in burn-out. Oké, de vlog. Is die al geëindigd voor vandaag? Bij deze. Bij deze. Dankjewel voor het kijken naar de vlog van vandaag. Tot morgen. En vergeet niet, abonneren is gratis. Dus doe het gewoon. Dankjewel. Doei. En Bart zegt nooit doei. Oh, hij zegt eindelijk wat. Dit was Bart in de vlog van vandaag. Leuk was hij, hè? Ja. Ik dacht het niet. Gaat mooi uitknippen.